Want we laten maatregelen los, maar er moet wel gehandhaafd worden. Ja, er mag meer, ook zonder afstand. Maar voor veel activiteiten heb je een coronapas nodig. Een bewijs dat je gevaccineerd of getest bent. En het zijn de ondernemers die daarop moeten toezien. Die moeten checken of we die QR-code wel hebben. Nou, handhavers van de gemeente die moeten vervolgens dan weer controleren van het demissionair kabinet of ondernemers die taak serieus nemen. Nou, dit plan dat stuit op heel veel weerstand bij de uitvoerende partijen. Dat zien we ook op de voorpagina van de Telegraaf. Handhaving pas lukt niet. Invoering toegangsbewijs stuit op bezwaar bij gemeenten. En dat heeft met personeel te maken. Want het geld dat Rutte en De Jonge vrij hebben gemaakt voor gemeenten om op korte termijn meer handhavers te kunnen werven, dat gaat volgens gemeenten in ieder geval niet helpen. Ik heb contact met Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP. Ja, hoe heeft u naar de persconferentie geluisterd gisteren? In die zin met een hele grote verbazing dat de minister dit van tevoren niet met ons besproken heeft. Er wordt in één keer gezegd van hier heb je een zak geld en de BOA's die gaan het eigenlijk wel weer oplossen. En wij zijn eigenlijk van mening dat de BOA's weer voor een taak worden gesteld die gewoon niet uit te voeren is. We vinden het een gedeeltelijke verantwoordelijkheid. Dus een deel voor het controleren van die coronapas ligt inderdaad bij de ondernemer. Maar als straks bij wijze van spreken de horeca om 12 uur dicht gaat, dan weten we allemaal dat iedereen best wel wat gedronken heeft, genuttigd heeft. En dan wordt er in principe aan de BOA's gevraagd om op daarop te gaan handhaven. Ja, dat is niet een taak van de BOA, dat is eerder voor de politie, dat is meer openbare orde. Omdat je dan in situaties terecht gaat komen die mogelijk kunnen escaleren. En daar zijn de BOA's niet op uitgerust. Dat komt ongetwijfeld ook door personeelstekort, dat daar niet meteen aan voldaan kan worden. Maar ja, daar is dat geld dan toch voor vrijgemaakt. Ja, maar het is een beetje een utopie om te denken dat je binnen een aantal dagen of binnen anderhalve week een BOA eventjes opgeleid hebt om deze taak uit te gaan voeren. Een BOA-opleiding is gemiddeld tussen de 2 en 3 jaar. En dit is een onderdeel van de taakstelling van de BOA. Dus het is een beetje te kort door de bocht om te denken dat dit binnen een aantal dagen georganiseerd kan worden. Dus we willen daar graag met de minister over in gesprek. Staat daar al een afspraak voor of is daar nog geen contact over geweest? Ik heb contact gezocht en ik wacht nog op een reactie. Dus op dit moment is dat de stand van zaken. Dus we wachten op een reactie van het ministerie. Hoe zij denken wat ze gisteravond hebben geopenbaard naar buiten vorm te gaan geven. En daar zullen wij inderdaad met hun in overleg treden. Hoe groot acht u de kans dat de leden van uw vakbond straks daadwerkelijk heel actief langs die terrassen van de gemeente staan? Als ik de appjes mag geloven die ik gisteravond allemaal heb ontvangen na de persconferentie, is de handhavingsbereidheid onder de BOA niet nieuw om dit uit te gaan voeren. Oké, dank u wel, Richard Gerrits. Ja, veel praktische bezwaren vanuit de gemeente. Nou, we horen hier de BOA's, de horeca zelf is er ook niet blij mee. Waarom kiest het kabinet hier dan toch voor? En zelfs Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio, zei ook van, nou, echt heel streng handhaven is denk ik ook gewoon niet mogelijk, wetende denk ik dat gewoon de mankracht er niet is. Ik vind het ook, als ik het nu hoor, kijk, de meeste sectoren zijn ook al van tevoren natuurlijk besproken, is in gesprek gegaan, zijn de ministers aan tafel en dan wordt er met hun besproken van hoe zien we het voor ons. Dus het is best wel ook al gek dat dit even niet met de BOA-bond is afgestemd van, is dit ook voor jullie haalbaar? Kan het dan nog zoiets zijn, als er dan dusdanig veel kritiek is, dat dan toch wordt teruggedraaid? Dat dat BOA's niet gaan controleren of de horecaondernemers wel gaan handhaven? Nou, dat zou nog kunnen. Dan ligt het echt helemaal bij het horecapersoneel. En dan denk ik dat heel veel horecaondernemers waarvan je nu al hoort, daar hebben we eigenlijk weinig zin in, daar dus dan mee wegkomen. Maar of dat dan heel erg is de vraag.